Goedemorgen. Goedemorgen mensen, het is weer dinsdag. Dus we gaan vandaag weer trainen. Vanmiddag een belangrijk moment. Ik mag misschien de dingen, dat gebit weer passen. Het zou me wel lekker wezen, want ik word een beetje moe van alle zachte ontbijtjes. Ik heb ook wel weer trekje in een krengertje. Dus. Ja, ik ben gisteren gevallen, zoals u weet. Tenminste, als u het gevolgd hebt. Knie was gisteravond aardig stijf. Vanmorgen ook, toen ik er mijn bed uit ging. En ik ben. Flink door de kamer heen gaan lopen en nou valt het wel weer mee. Dus ik kan gewoon trainen. Dat was mij de grootste zorg, dat ik niet kon trainen. Dus als ontbijt heb ik een omelet met kaas erin. En ja, dat is het. Ik zag gisteren bij het in elkaar zetten dat het goed gelukt was met die zelfs die stick. Dus ik hoop dat het nou ook zo is, want ik kan mezelf echt niet zien. Dus. Goedemiddag, dames en heren. Ik heb weer getraind. Ik ben weer helemaal uitgewoond. Ik ga zout douchen. Maar mijn huishoudster is er ook. Die wil niet in beeld, dus. Wat zeg dat jij? Oh, dat zeg jij. Ja, nou, ja. Dan moet ik daar eerst eventjes make-up als dit, ik in beeld ga. Dit is, hoe heet dat? Jeannette. Ja, okay. Dat is mijn huishoudster. Eén keer in de 14 dagen. Ja. Een geweldige vrouw. En die houdt mijn huisje schoon. Dus. Ik doe het. Nou, dit was. Ik weet het, ik heb als lunch, er staat in elk Atkins boek, wat dus het dieet dat ik volg, eiermuffins. Ik heb ze gemaakt, het is heel simpel. Je neemt een plak ontbijtspek, dat leg je in een muffin, zo'n muffin waar je muffins in kan maken. Een plak kaas eroverheen, dat de bodem goed bedekt is. En dan een ei erin. En dit is het resultaat. Dat ziet er toch lekker en feestelijk uit. Ongeveer 10 minuten in de oven bij 200 graden. Dan even kijken of het ei goed gestold is. En dan heb je een heerlijk lunchpakketje. Ik ga nu afsluiten, want ik ga zometeen mijn huishouden helpen met de rotse hier opruimen. Dus. Ik zit hier bij die tandtechnieken om te passen. Dus ik hoop dat het zo even op elkaar is en dat ik donderdag weer een gebiedje heb. Dus. Nou, daar zijn we weer met het item. Wat eten we vanavond? We eten vanavond Tom Yang. Kamsoep. Dat is uit Thailand. En lekker pittig. Dus, wat hebben we daarvoor nodig? Ten eerste, korianderblad. Een rode peper. Peultjes. Champignonnetjes. Gember. En garnalen. Grote garnalen. Nou, en daar gaan we een soepje van maken. Zo, dus een aangeland bij het diner. Vandaag ja, redelijk gezellige dag gehad met Jeannette. Om 3 uur naar de tandtechnieker gegaan. Ja, ik heb vanavond eigenlijk een beetje teleurstelling, want donderdag is het pas met een beetje passen en dan is het volgende week klaar. Het was nu alleen maar dat het model goed zat.
Dus. Maar ja, ik hoop dus volgende week dan echt zo'n gebiedje te hebben, want ik maak wel lekkere gerechten, maar ik krijg niet genoeg, ik krijg wel genoeg eiwitten en proteïne naar binnen en calorietjes. Maar ik wil wel eens weer in een crackertje bijten of zo. Dus. Nou, wat heb ik vanavond? Ik heb Tom Kai soep heb ik. Dat is een Thaise soep. Thaise soep, vol met groentes. Er zitten bamboescheuten in. Peultjes. Rode peper. Garnalen, champignons, dus een voedzaam soepje. En ik moest wel lachen, ik was even bij de Senos om te kijken voor leuke spulletjes nog. Ik eet natuurlijk ontzettend veel met dit soort dingen, in plaats van met vork en lepel en mes. Dus, en toen hadden ze chopchicks, oftewel etenstokjes voor beginners. Daar zit dus een elastiekje bij, of tenminste aan de achterkant. Dus ik heb ze meegenomen voor als er mensen komen en ik heb weer eens weer wat. En ik heb weer eens wat gemaakt. En dan kan ik ze ook etenstokjes schrijven. Dus dat is wel lachen. Ik moet even iemand erbij weghalen zo. Want die ruikt de garnalen die erin zitten. En die zit al zijn tong af te liggen. Want tegenwoordig eet mijn vrouw ook sla. Dus ik moet mijn salades ook wegzetten. Het is niet te kort met die kat. En ze hebben een hele grote bak met eten, maar ja, dat is niet goed genoeg voor mij. Want op de baas zit, dat lust ik ook. Nou. Ik wens u een hele vanavond kijk ik dus weer niet naar de wereld draai door. Ik was gisteren het filmpje in elkaar zitten en toen bleef hij op één staan en ja, wat een flauwe kul met een zwarte piet. Nou, misschien bestaat hij niet, maar je moet geen kinderfeesten gaan versieken, want ik ga met mij doen. En nog meer pepajongetjes. Dus. Maar ik ga vanavond, er is weer een James Bond film, dus dan ga ik naar James Bond kijken. Dat vind ik wel grappig. Dus. Nou, ik wens u een hele prettige avond verder en tot morgen.